Het is alweer een tijdje geleden dat ik je meenam op een meditatie voor intuïtief kruidengebruik. En dat is dus precies wat ik vanavond wil gaan doen. En in plaats van allemaal kruiden om me heen, heb ik nu gewoon een kruidenboek bij me. Het kan ieder willekeurig planten- of kruidenboek zijn. Om je te laten zien dat je niet altijd helemaal omringd hoeft te zijn door fysieke kruiden. Natuurlijk mag je dat ook doen. En de combinatie van dit kruidenboek is vanavond het onderwerp liefde. Dus welk kruid kan jou nog iets moois meegeven over de liefde voor jezelf of liefde in verbinding met anderen? En om met de meditatie te beginnen, wil ik je dus zeggen van nou, zet zo meteen hem even op pauze. Verzamel of kruiden of dus een mooi kruidenboek bij je. En ga op een lekkere plek zitten en ga dan weer verder met deze video. En als je nu goed zit, dan wil ik je zeggen van haal maar een paar keer gewoon lekker adem. Je mag je ogen sluiten zoals ik dat nu ook gedaan heb. Of als je liever je ogen open houdt, dan hou je ze op een soort sluimerstand zonder dat je gefocust kijkt. Dus meer met een hele zachte blik dat je met jezelf verbindt. En als je dan je ogen dicht hebt gedaan, dan mag je je verbinden met het gevoel van liefde dat als eerste in je opkomt op dit moment. Dat mag liefde voor jezelf zijn, liefdeverbinding met een ander. Misschien een concreet iemand, zoals je kind, je geliefde. Of misschien het gevoel van je zoektocht naar een geliefde. En waarschijnlijk voel je ook een plek in je lijf waar je dit liefdesgevoel juist harder voelt stromen dan op andere plekken. Of waar je misschien juist een gat voelt, een leegte. Elke plek die nu jouw aandacht trekt wanneer jij je verbindt met liefde, daar mag je je hand naartoe doen. En wanneer je je hand met die plek verbonden hebt, dan haal je een paar keer diep en rustig adem en adem je in naar die plek. Jouw verlangen, jouw bruisen, jouw leegte, juist jouw stromen van liefde zo aanwezig is. Voel maar je aandacht en de liefde steeds sterker met elkaar verbonden zijn. Er is geen goed, er is geen fout. Alleen jouw gevoel van de liefde en de aandacht die je er naartoe laat gaan. Adem de liefde in. En adem weer rustig uit. Iedere in- en uitademing voel je jouw verbinding met liefde sterker en sterker zijn. En nu breng je je aandacht van je hand, waar zo de liefde net ook doorheen is gegaan, naar je boek. Op een willekeurige bladzijde, ik ben zelf ook heel benieuwd, sla je deze open. Kijk je welk kruid jouw aandacht trekt. En bij mij staat spannend genoeg de afbeelding van de doornappel. Wat natuurlijk een hele interessante is. En ik ga zo meteen nog even rustig afstemmen op deze plant. En bekijken welke boodschap die voor mij voor de liefde heeft. Ik ben heel benieuwd welke plant jouw aandacht heeft getrokken. Voor de liefde.